En Fouad Oesta op de bank bij MVV. Trainer werd weggestuurd in de rust tegen Jong PSV. Dus neemt Roger Reijners de honneurs waar. Op bezoek bij koploper Cambuur. Foutje achterin. Zeg maar gerust een fout. En de eerste kans na 2 minuten al voor Antonia. U ziet het, rouwbanden bij Cambuur. Ook een minuut stilte gehouden. Heeft te maken met het overlijden van Keimpe Veilinga. Manager veiligheidszaken. Een voormalig teammanager die deze week overleed. Volgende kans is voor Breij. De vervanger op het middenveld van Jamie Jacobs die tegen NEC geblesseerd raakte. En het is 1-0 Cambuur in de openingsfase. Dit is pas de 6e minuut. En weer was daar Breij. Goeie gevoel is weer terug bij Cambuur na 2 zegens op rij. 2-0 bij NEC. Onder meer door die wondergoal van Muren. Die krijgt hier een opgelegde kans na een goede actie van Antonia. Maar van een stuk dichterbij dan tegen NEC. Krijgt de topscorer van de keukenkampioendivisie hem er niet in. Breij over het been bij De Jong. En een strafschop gegeven door scheidsrechter Kamphuis. Bij MVV protesteren ze, maar Kamphuis wil daar niets van weten. Dit duel ter beide nummers 14 levert Cambuur en Muren een strafschop op. En het levert Cambuur een 1-0 voorsprong op, want Muren maakt zijn 20e van het seizoen. Bertrams in de goede hoek, maar na veel kansen nu dan toch de voorsprong voor de thuisploeg. Daar is Muren opnieuw. Weer gaat het mis bij MVV achterin. Het is Sherman Martina die een perfecte assist heeft op de tegenstander. Martina, de vervanger van de eveneens geschorste Vermeil. En binnen 20 minuten al 2-0. Hier gaat Muren opnieuw voor een loepzuivere hat-trick. Maar deze jaagt hij over. Je ziet het aan Bertrams, de doelman van MVV. Die is boos, vindt dat het te makkelijk gaat voor Cambuur. En daar valt wel wat voor te zeggen. Dan doen ze het even wat rustiger aan bij Cambuur. Maar is hier weer Muren. Die wil natuurlijk een hat-trick maken. Nu de vingertoppen van Bertrams en de lat die dat weten te voorkomen. MVV dat afgelopen vrijdag voor het eerst sinds de winterstop won. 3-1 tegen Jong PSV doet wat terug. Via Schrooien. 20 minuten in de tweede helft. En dan gloort er weer hoop voor Roger Reijners. Kapitale fout natuurlijk achterin bij Cambuur. En een koud kunstje voor Schrooien. Die de bal kreeg van Van der Hurk. Die een mooie transfer gaat maken in de zomer, Anthony Van der Hurk. Maker van alle 3 de doelpunten tegen Jong PSV. Kansje voor Cambuur. Van der Hurk gaat trouwens naar Helsingborgs. Kans was voor Orad Mangun. Kwartiertje nog. Het is wel wat minder van de kant van Cambuur in de tweede helft. En wat beter van MVV. Hier de kans. Waar het op loert. Waar hij op loert. Anthony van der Hurk. Daar was hij dan. Goeie redding van Sonny Stevens. Antonia. Naar McEachran. Ingevallen huurling van Chelsea. Terug naar Antonia. Dan komt hij voor de linker van McEachran. Maar die raakt hem helemaal verkeerd. Het blijft spannend. Kostons. Ingevallen aan de kant van MVV. Aardige combinatie met Goppel. De voorzet gepakt door Stevens. Het is een beetje overleven voor Cambuur. Dat kan MVV nog. Steeds minder tijd. Van der Hurk. Laatste minuut van de 90. Schrooien. Bijna terug. Maar hij eindigt opnieuw in de handen van Sonny Stevens. Henk de Jong voelt dat de 3 punten bijna binnen zijn. Goed vrijgespeeld, Muren. En dan nog een schietkans voor Hoedemakers. Maar die jaagt hem over. Toch de 3 punten voor Cambuur. Al ging het in de tweede helft een stuk moeizamer dan in de eerste. 1 ding is zeker, zij
blijven de koploper. Dankzij twee doelpunten opnieuw van Robert Muren.